Yo, gasten, ik hoop dat jullie genoten hebben van de wedstrijd tussen Frankrijk en Portugal. Portugal-Frankrijk, ik heb er zeker van genoten. We spelen ook vandaag de wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk en we gaan het hebben over wat we eraan vonden. Ik vond het op zich een hele mooie wedstrijd op zich, van hoe ze het deden. Portugal was in het begin erg onderdrukt, dat hebben we gezien. Portugal kreeg geen kansen, werd alleen maar onderdrukt door Frankrijk. Maar dat weten we, want Frankrijk die doet dat altijd in het begin van de eerste helft. En dat hebben we ook wel gezien, want dat doen ze nu weer. Wel moet ik even op aanmerken dat ik het heel veel respect heb voor Ronaldo. Dat hij toch heeft door willen voetballen na de smerige overtreding van Payet. Het was een hele smerige overtreding. Ik vond dat daar geel voor moet gekregen worden. Het is niet gebeurd en ik weet niet hoe jullie er tegenover staan, maar ik heb het echt gezien van dit is een gele kaart die ze hadden moeten krijgen. Hebben ze niet gekregen. Wel heb je door gewoon door laten voetballen en Ronaldo heeft wel een paar keer gewoon aangegeven dat hij gewoon door wou. Hij wou gewoon echt die wedstrijd uitspelen, want hij leeft naar die wedstrijd. Hij wou die wedstrijd spelen en hij heeft het geprobeerd, maar het is hem niet gelukt. Ik ben niet zo gek op Ronaldo. Er zijn heel veel mensen die heel gek op Ronaldo zijn. Dit is zo. Ik ben niet gek op hoe en wat. Maar dit gun je niemand. En dit was gewoon echt een hele smerige overtreding. Dat moest ik even kwijt over te zeggen over wat Frankrijk Portugal heeft aangedaan. Want daarna zag je wel dat Frankrijk bleef drukken. En ze hebben de wedstrijd erg gedomineerd. Dat moet ik toegeven. Frankrijk was stukken sterker. Wel omdat Portugal die kwam wel met bepaalde punten, dacht ik van hé, dat is wel iets wat ze goed doen en toch willen ze voetballen, terwijl ze eigenlijk niet zoveel kracht hebben om te voetballen, maar toch gaan ze voetballen. En ook moet ik even doorgeven dat de scheidsrechter heel erg tegen was, want dingen gebeuren er en ze zagen het niet voor Frankrijk, maar ze zagen het wel voor Portugal en dat is wel erg jammer, want de finale maak je daar helemaal kapot mee. En dan kan Frankrijk niks aan doen, dat gaat gewoon echt aan de scheidsrechter die dat beslist had, maar je maakt er wel een wedstrijd mee kapot. En daar moeten we een keer mee stoppen. En het is niet alleen, wij kunnen er niet mee stoppen als kijkers zijn, maar de scheidsrechters en de FIFA, die moet nou een keer gaan opletten van, hey, waar gaan we streng op controleren? We gaan op dit soort wedstrijden streng controleren. Want er zijn zoveel feesten, zoveel sfeer in een stadion. En dan met dat soort dingen maak je dingen kapot. En een wedstrijd moet je niet kapot maken omdat er een foute overtreding worden gedaan. En die wel afgekeurd en die niet. Dus let daar echt op. Dat is echt belangrijk waar FIFA op moet letten. Maar voor de rest vind ik het een hele goede wedstrijd. Qua Frankrijk zijn. Frankrijk liet zien dat ze echt willen winnen. Wel maakten ze een overtreding af en toe. En Portugal die was echt onderdrukt. Maar ze kwamen er wel heel veel uit. En ook bijna elke keer een poging. Op het einde heeft toch Portugal het in handen genomen. Want ze maakten uiteindelijk toch de 1-0. En het was... Ja... Er zullen veel mensen met mij zeggen van ja, daar ben ik niet eens mee. Ja, prima. Ik vind het verdiend. En waarom? Is omdat ze hebben de beste man was eruit. Frankrijk had heel veel goede mannen nog in het veld staan. Je had alleen Payet die eruit gehad. Ja, waarom? Dat snap ik ook nog niet. Waarom je Payet eruit gehad hebt. Ja, dat is voor mij een vraag. En voor jullie ook een vraag. En voor hun weet. Want hun weten het wel en wij niet. Wij zullen er ook nooit achter komen waarom je eruit hebt gehaald. Wel zeg ik dat ze... Ze hebben het geprobeerd, Frankrijk, en Portugal heeft het ook geprobeerd, maar Portugal is het gelukt en Frankrijk niet. Wel, moet ik het wel zeggen, Frankrijk heeft wel vaker EK gewonnen of WK, ik weet het niet. Maar Portugal heeft nog nooit iets gewonnen, dus we gunnen het Portugal. Ik gun het Portugal sowieso dat ze toch uiteindelijk het hebben gehaald om het EK in handen te krijgen. En daarom is het echt een dikke duim voor Portugal en een dikke duim voor hoe ze de spel uiteindelijk toch nog weten te winnen. Ik zeg, geniet van jullie avond Portugal. Geniet van de dag, want het is maar heel kort. Je bent nu Europees kampioen, maar volgend jaar is het weer, of 2 jaar is het weer heel anders. Want dan ben je, speel je weer op het WK, word je weer het kampioen, is het super. Maar wij als Nederlanders, die gaan ook mee. Hopelijk, we gaan ook mee. En dan ga ik juichen voor Nederland, als we meegaan. En anders weer de beste mogen winnen. Ik was Don Zeker 12, dit was het EK 2016. Ik hoop dat jullie genoten hebben van al die video's. Fijne avond, fijne ochtend, fijne nacht. Ik wens je een hele fijne dag. Hoi.